zitten vlak voor de finales van de Europese kampioenschappen matchracen hier in Denemarken. De Nederlanders staan in die finale, want die round robin is afgebroken halverwege met de Nederlanders en de Duitsers met het beste resultaat. Dus de laatste wedstrijd die we gezien hebben, dat onderlinge potje tussen Nederland en Duitsland, dat gaan we nu nog een keer zien in de finale in een best out of three. Dus de eerste die 2 overwinningen op zijn naam heeft gestaan, wint dit evenement. De eerste wedstrijd van de finale en de Nederlanders komen van rechts het beeld binnen en de Duitsers van links. Dus je zult zien dat de Duitsers een plek gaan zoeken daar en de Nederlanders hun zullen opzoeken. Dat zie je nu. En dit heet dan weer een dial-up. En dan liggen ze allebei in heel weinig wind daar te wachten. Mogelijk dat al die jaren training in de Engeling super lichte condities voor de Olympische Spelen van China de Nederlanders hier wat voordeel geeft. Volgens mij hebben we nog een paar seconden. En daar zijn we, de start. De Nederlanders aan, zover als ik het kan zien, goede start. Net een neusje voor de Duitsers. Dus de Duitsers zijn overstag gegaan in het eerste stukje na de start. En de Nederlanders zullen een plek moeten zoeken om de Duitsers te verdedigen, te coveren. Oké, hier zien we de eerste situatie waar de boten elkaar kruisen in het voordeel van de Nederlanders. Zeg maar 1,5-2 bootlengtes voor de Duitsers. Dus dat ziet er goed uit. Bovenboei, finale EK matchracen. Eerste wedstrijd van die finale, best out of three. Daar komen de Nederlanders met de spinnaker als eerste rond de bovenboei. Goed begin van deze finale serie. In dat voor de winst rak pakken de Duitsers heel veel terug. Het ziet er hierna uit dat de Nederlanders liggen redelijk stil. Die Duitsers die glijden daar onderdoor. Ik denk dat dit heel erg spannend gaat worden bij die onderboei. Je ziet hier enorm gat geslagen door die Duitsers. Tweede kruisrak, hier zitten we kijken aan dek bij de Nederlanders. Maar dat ziet er niet naar uit alsof ze de Duitsers nog gaan inhalen. Dat eerste voor de winstrak hebben ze het laten liggen. De Duitsers verdedigen deze wedstrijd nu gewoon uit. Hier liggen we op de finish van de eerste race van die finale. De Duitsers met spinnaker op nog over de lijn. De wind is zodanig gedraaid dat ze de halve wind op de finish afvaren. Dus ja, dat is ook wat degene wat het Nederlanders genekt heeft in het eerste voor de winstrak. En daar komen de Nederlanders over de streep. Ik denk teleurgesteld 1-0 voor de Duitsers in best out of three. EK matchrace, best out of three. Dan hebben we hier de tweede race. Het staat 1-0 voor de Duitsers. Hier de Nederlanders die van rechts binnenkomen. We liggen nu aan de bovenkant van de startlijn om deze pre-start te filmen, zoals dat heet. En de Nederlanders gaan hier voor de Duitsers langs. De kunst, de Duitsers hadden, hebben het recht van de weg, hebben dat nog steeds. En proberen aan de onderkant van die startlijn te komen om een veilige positie te kunnen vinden om te kunnen starten. Oké, dat was de start van de tweede race. Nederlanders weer aan deze kant waar ze zouden willen liggen. Super licht, tiptoeing aan boord. Na die start van die tweede race in de finale. En de Duitsers die winnen een beetje aan de binnenkant, zoals dat heet. Die pakken hier de binnenbocht. De wind die een klein beetje naar rechts draait. In het nadeel van de Nederlanders. We zijn vlak bij de bovenboei. Duitsers in de leiding, Nederlanders daarachter. Elk zuchtje wind, goud of zilver. Dat kan het verschil maken. Redelijk goede grijp voor de Nederlanders, iets minder goed voor de Duitsers. Europese kampioenschap bedrijven, penaltyverzoek van de Duitsers. Maar ze liggen vrij voor, groen, door de scheidsrechters gegeven. Ja, hier gaan de Duitsers met iets meer snelheid proberen ze onder de Nederlanders door te komen. En dat gaat ze lukken. Het is weer een cruciaal moment dit. Het gaat erom dat de Nederlanders nu snelheid gaan vinden. Maar ik zie nergens wind. Hier zien we het einde van het Europese kampioenschap. De Duitsers hier in een gunstige windvlaag. Een left-hander zoals dat heet. Dus de wind die naar links draait en de Nederlanders daaronder zonder wind. Dus de Duitsers pakken hier even helemaal de voorsprong terug. De Duitsers die gaan nu als eerste rond. Nederlanders volgen. De Nederlanders zullen tot het laatst proberen om de Duitsers nog een penalty te geven, maar dat lukt niet meer. Die finishen nu en pakken hiermee het Europees kampioenschap. En de Nederlanders pakken daarmee de zilveren medaille. Het Nederlandse matchrace damesteam, gefeliciteerd zilver. Maar hoe voelen jullie dat? Heb je goud verloren of zilver gewonnen?
Zilver gewonnen. Ja, zeker weten. Ja. Ja, het is wel grappig, want we begonnen eigenlijk hier om heel veel ervaring op te doen. En gisteren stonden we derde. En toen dachten we, wow, we staan derde. En vandaag dacht ik, nou ja, goed, we moeten maar zien. En heel licht weer natuurlijk, dus best wel tricky. En toch de goede pot gewonnen. Ja, en opeens stonden we in de finale. En dan heb je zilver op een EK. Ja, dat is echt super. Het is heel veelbelovend. Jullie zijn een beetje in het toernooi gegroeid, om het maar zo te noemen. Ja, zeker. Nou, we moesten ook even wennen aan de boot. Normaal varen we iets kleiner. Dus, Ja, want uiteindelijk, jullie begonnen met 1 of 2 verliespotjes. En daarna heb je eigenlijk de hele serie gewonnen. Totdat deze potjes weer voorbij kwamen. Ja, nou eigenlijk wel, ja. Het is wat anders met z'n vijven varen dan met z'n drieën. Ten eerste, ja, grotere boot. Maar ook, je moet met z'n vijven weten dat je welke kant je op gaat. En je moet ook weer niet te veel praten, niet te weinig. En op de juiste momenten, de juiste personen. Ja, dan ga je echt mensenwezen en dan wordt het spannend. Echt een toernooiploeg, dus jullie groeien in zo'n toernooi. En dan die wedstrijd tegen die Duitsers, jullie lagen gewoon op kop. Weer de eerste finale race. We hadden een goede pre-start gehad. Dus we kwamen als eerste over de lijn. En goed kruisruk. Bij de bovenboeien hadden we een fout gemaakt. Door wat te vroeg te grijpen, snelheid eruit. En daardoor kwamen zij onder ons en kwamen ze voor ons bij de boei. Jammer genoeg draaide de wind toen zo erg naar rechts dat we niet heel erg kans meer hadden om het goed te maken. Dus dat was jammer van de eerste pot. Ja, en vanavond een feestje vieren? Dat hebben we wel verdiend, ja. Biertje hebben jullie wel verdiend? Zeker. Eerst op naar de prijsuitreiking. En even wat anders aan. Oké, dankjewel.